Eigenlijk, zeker zo'n laatste dag voor de verkiezingen, dan is de vraag wat is, eigenlijk de, wat is, de, wat is de strategische stem? Hè? Wat, op welke manier kan je strategisch stemmen deze verkiezingen? En wat ik nu zie is dat de huidige coalitie eigenlijk best tevreden is met elkaar. Dus Mark Rutte, Wopke Hoekstra van het CDA, ook de ChristenUnie. Uh, die zeggen, allemaal, nou, doorgaan met deze coalitie, dat lijkt me wel wat. Uh, zelfs D66 die hint, uh, die hint daarop. Dus een strategische stem deze verkiezingen is eigenlijk een stem op groenlinks als je niet wil dat de huidige coalitie doorgaat en daar zit veel meer mijn zorg veel meer dan bij de premiersvraag. als we de peilingen moeten geloven is die vraag wel beantwoord maar de vraag is wat voor coalitie krijg je en, en ik denk dat ja als je niet wil dat deze coalitie doorgaat uh, dat je niet op een van de coalitiepartijen moet stemmen en een stem op groenlinks zorgt er dan voor dat we in ieder geval een hele groene coalitie ja, krijgen tot nu toe zeggen andere partijen we gaan nog steeds voor die eerste plek heeft u ook al gezegd ja. ook in deze campagne nog maar dat is dus nu voorbij maar iedereen gaat altijd voor die eerste plek Wij ook, tot de allerlaatste snik. Maar, maar ik denk realistisch wel dat, gezien, zegt nou, u nu? Nee, je gaat, altijd, uh, je gaat altijd voor die eerste plek. Maar ik denk wel dat de strategische vraag is... gaat deze coalitie door of niet? Ja. En uh, wat mij betreft komt er een nieuwe coalitie. En die kans wordt het grootste als mensen strategisch op GroenLinks ja. stemmen. We gaan straks nog verder praten over die coalitievorming... en wat daar allemaal mogelijk is. Maar als je dus naar het programma van GroenLinks kijkt... en uh, waar de partijen in investeert... Dan heb je klimaat en onderwijs. Ja. Die springen er allebei uit. Welke van die twee is belang het belangrijkst voor u? Ja, ze, ze zijn allebei belangrijk. Uh, het, een gaat, het gaat allebei over de toekomst van onze kinderen. Uh, de klimaatcrisis hebben we nog negen jaar om die aan te pakken. We hebben 2030 is echt een, een, een moment waarop we klimaatverandering moeten hebben gestopt. Als we te lang wachten, dan, dan lukt het gewoon niet meer. Maar ook onderwijs. Ja, de achterstanden die kinderen hebben opgelopen in deze coronatijd, die zijn groot. Het liet zien dat ons onderwijssysteem echt verbeterd moet worden. En ons belangrijkste punt daarin, en daar trekken we echt miljarden voor uit... is om eindelijk klassen eens kleiner te maken. De beste garantie om, om kinderen de aandacht te geven in het onderwijs die ze nodig hebben... is een kleinere klas, omdat een docent dan gewoon meer individuele aandacht kan geven. Ja, die problemen met het onderwijs zijn inderdaad heel actueel. Ook voor studenten bijvoorbeeld. Ja. U heeft al eens gepleit uh, voor het direct openen van weer universiteiten, hogescholen. Ja. Is dat dan verantwoord? Ja, dat denk ik wel. Uh, je kan het ook omdraaien. Is het, is het verantwoord om ze nog dicht te laten? En uh, jonge mensen, deze studenten, de mentale problemen stapelen zich daarop. Dus ik vind het heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer naar de collegebanken kunnen. Dan bedoel ik niet vijf dagen achter elkaar, want dat gaat in deze tijd niet lukken. Maar in ieder geval één dag in de week. En met die liggen... afstand en zo. En met afstand en mondkapjes. Plus er liggen 30 miljoen sneltesten in de opslag. En het voorstel wat wij hebben is: gebruik nou die sneltesten uh, om studenten te testen, zodat je het ook no ja, nog een extra garantie kan inbouwen dat het veilig gaat. Ja, dat hoger onderwijs is wel een gevoelig punt, misschien, omdat ze daar te maken hebben gehad met het leenstelsel. Was uw partij voor. Nu wilt u dat gaan afschaffen. Hoe gaat dat er precies uitzien en wat voor een compensatie krijgen studenten ervoor die er last van hebben gehad de ja. afgelopen jaren? We willen graag dat de basisbeurs weer, weer terugkomt. Maar het belangrijkste is dat er een generatie is vanaf 2015 die heeft gestudeerd uh, in dat sociale instelsel. Dus die hebben of schulden opgebouwd. Of heel hard daarnaast nog gewerkt. Eh, zodat ze die schulden niet hoefden op te bouwen. En het betekent: dit mag geen pechgeneratie zijn. of een vergeten generatie. Dus die moeten we compenseren. En in ons plan eh, krijgen al deze mensen eh, 10.000 euro. Dat is ongeveer net zo hoog. als de basisbeurs die ze hebben misgelopen. Ja, en dat is niet die 10.000 euro die studenten krijgen. Eh, op een achttiende, zeg maar. Ja, Dat is, dat is ook die 10.000. Dus in onze plannen willen wij iedereen een kickstart geven in het leven. Dus ja. dan krijg je. Dus iedereen het is speciaal een voor die groep die getroffen is? Een startkapitaal, maar dat doen we met terugwerkende kracht voor deze groep omdat ik echt vind, uh, we hebben dit, dit is ingevoerd. We kijken terug en denken dat was niet goed. Want de studenten hebben een, ervaren enorme mentale druk om maar zo snel mogelijk af te studeren. Uh, nou ja, die moeten we dan compenseren. Dat lijkt me niet meer dan redelijk. Dat andere belangrijke onderwerp, klimaat. Hè? Ja. Uh, kijk, ik heb ook die debatten gevolgd. En wat, wat men vanuit de coalitie of andere partijen dan zegt, ja, u haalt het klimaatakkoord rechts of links in, wat u maar wil. Uh, u wilt nog, nog meer dan dat. En dat moet allemaal opgebracht worden en er moet draagvlak voor komen. Hoe denkt u dat te kunnen organiseren? Nou, het opvallende is niet dat wij uh, de, veruit de meeste CO2-reductie halen in ons programma. Het opvallende is dat CDA. Uh, en de VVD de klimaatdoelstellingen helemaal niet halen. Dus de doelstellingen uit de Klimaatwet. Eigenlijk zijn er maar drie partijen die überhaupt uh, op koers liggen mm -hmm. om, om Parijs te gaan halen. En dan de vraag: hoe, hoe behoud je draagvlak? Ja, door heel fors te investeren uh, en door niet weg te lopen voor moeilijke keuzes. Ja. Nee, want kijk, dat, dat is natuurlijk wat mensen zeggen. Die, die zien ook al, die lezen al die verhalen: van hé, ja, je huis uh, op, ja. op orde krijgen 40.000 euro. Ja, maar dat, dat is echt wat ik tegen iedereen zeg: rustig aan. Het verduurzamen van je huis, doe dat in stappen. Dat hoeft morgen niet af te zijn. Daar hebben we nou echt de tijd voor. En ik denk dat hierdoor het draagvlak ook afkalft voor klimaat. Is, het draagvlak is heel groot, maar waardoor mensen denken: oeh, wat gebeurt er en kan ik dit wel aan? Um, 40% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door 30 van de grootste bedrijven. En we hebben het voortdurend maar over wat huishoudens moeten doen. Dat is ongeveer 8% u van de co 2 je begint bij die bedrijven, zeg. Wij beginnen bij die bedrijven. Dus wij willen een hele forse CO2-heffing en we willen vervolgens deze bedrijven. Dus we halen daar geld op omdat ze vervuilen. En dat geld geven we ook weer terug, zodat ze de kans hebben om te verduurzamen. Ja, u geeft dus veel geld uit aan uh, de klimaatmaatregelen, aan onderwijs. Um, is er dan nog geld over voor zorg en wonen, bijvoorbeeld? Zeker. Uh, ook in de zorg investeren we, uh, investeren we fors. Bijvoorbeeld dat komt allemaal van die bedrijven. Uh, ja van, en van miljonairs en van deze bedrijven dit komt bij, in de zorg als ik één ding zou mogen noemen uh, daar komt de de, de de tandarts weer terug in het basispakket zodat iedereen goede mondzorg geeft uh, en op wonen doen we ook een paar zaken die kosten niet zo heel veel geld voor de overheid maar het is wel heel belangrijk uh, wij introduceren een huurplafond dat betekent dat er een maximale huur komt en dat de huur dat gaat over de private sector dus iedereen die nu in de private sector huurt en denkt jeetje wat zijn mijn huren hoog dat kunnen we maximeren. Dat is al gebeurd in Berlijn. Daar zitten de Groenen in, in het stadsbestuur. Die hebben dat daar gemaximeerd. En daar zie je al dat de huur van heel veel mensen die in Berlijn wonen. met 100 euro's per maand omlaag gaat. Oké. Okay, um, u bent de laatste, fractie voor, of laatste lijsttrekker, moet ik zeggen. in een reeks hier bij de NOS. Gisteren was hier Geert Wilders. Die had over wonen ook een vraag aan u. Jesse Klaver is niet zo op het beperken van de immigratie... maar ik zou toch één ding aan hem willen vragen. We hebben in Nederland een heel groot tekort aan woningen. 330.000 woningen, waaronder 80.000 sociale huurwoningen tekort. En er zijn er heel veel mensen, ook uh, mensen aan de linkerkant... van het politieke spectrum, die de afgelopen jaren... geen huis hebben gekregen, omdat dit kabinet 100.000 woningen... de afgelopen tien jaar aan zogenaamde statushouders... dat zijn asielzoekers met maar een status, heeft gegeven. En heel veel Nederlanders, uh, ook mensen van zijn achterband, vinden dat om wat moesten langer op de wachtlijst staan. En mijn vraag aan Jesse is: nou, vind je dat ook niet oneerlijk? En zouden we niet die woningen ook vooral naar nou die Nederlanders die langer op de wachtlijst staan moeten laten gaan? Meneer Klaver. Ja, het is niet echt een verrassende uh, vraag, moet ik heel eerlijk zeggen. Van, uh, dat was ook van, niet het criterium van... verder hoor. Nee, 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 zeker niet. Hij is, maar heel ik wilde consistent. Het, uh, hij is zeer consistent. Ik, 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 uh, uh, maar soms zit iets in je hoofd, dus dat kan je dan maar beter zeggen. Anders dan blijft dat, uh, blijft dat erin ja, ja, ja. zitten en be, dan belast dat, uh, belast dat je antwoord. Uh, kijk, wat, wat Geert Wilders altijd doet, is proberen groepen tegenover elkaar te zetten. Dus u heeft geen woning en dat komt uh, door, uh, door, door, door andere mensen. Het grote probleem in Nederland zijn er eigenlijk twee. Eén, er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. In de vorige crisis in 2010 uh, is de fout gemaakt. Er is een bouwstop gekomen. Hè. Zo, op heel veel plekken zijn we niet, uh, is er niet doorgebouwd. Dat is en niet daarna goed. had het onder andere ook te maken met de stikstofregels. Daarna had het nou ja, niet te maken met de stikstofregels. Daarna had het te maken met de veel stikstofuitstoot of stikstofdepositie. Ja. De neerslag van de stikstof. Regels werden overtreden. En het kabinet die daar niks aan doet. En dat is nog steeds een groot gevaar. Dus als je zegt waarom heb ik geen huis, dan is het niet uh, vluchtelingen versus, uh, versus Nederlanders. Nee, dan is het koeien versus huizen. Als we niet de veestapel kleiner maken... kunnen we niet meer huizen bouwen. Dat is, dat is echt het probleem. En het tweede is, en daar hadden we het net over... de betaalbaarheid van woningen. Doordat de markt volstrekt is losgelaten... doordat we ooit Stef Blok minister van Wonen is geweest... en de hele wereld over en zei... kom naar Nederland, want we hebben fantastische sociale huurwoningen. Die zijn allemaal verkocht door dit kabinet. Uh, en die, uh, aan buitenlanders? Aan zegt. buitenlandse investeerders. Dus als er al een probleem is met buitenlanders... om toch een beetje naar Geert Wilders te, te bewegen... <laughs> dan zit dat eerder met grote investeerders uit Saoedië... Uit China, uit de, uit de VS. Daar zit het probleem, want daar zijn al die sociale huurwoningen aan verkocht. Dat is, ja, en dat is verkeerd geweest.